U ziet hier het koor achter het zogenaamde oxaal. Dat heeft hier in de kerk gestaan, dat was compleet van hout. En dat is in de tijd van dominee Van Gogh, is dat verkocht, namelijk aan jonkheer van de Bogaarde uit Haren, om geld te creëren voor de bekostiging van de restauratie. Dat is verkocht aan deze jonkheer voor 400 gulden. Dit oxaal is uit de jaren 1500. En dan verkopen voor 400 gulden, dat is natuurlijk eigenlijk een klein beetje bespottelijke prijs. En later heeft die meneer die van Bogaarde, de jonkheer, heeft het oxaal dus geschonken aan het Rijksmuseum, waar het tot op de dag van vandaag is. Maar helaas in kelders, in kratten.